Kijk, dit is hem. Even hier. Dus nogmaals, die hond is net zo moeilijk als ik. Maar als je hem streelt, dan komt het een beetje niet wat eruit komt. Dit is mijn absolute liefde. Die komt voor de dames. Sorry dat ik zeg. Hoe is het voor jou als muzikant om van de een op de andere dag niet meer te kunnen spelen, niet meer te mogen spelen? Wat dit? Ja? Ja, nee, daar heb ik gewoon om gehuild hoor. Als ik geen kind. Ik heb daar alles voor overgehaald. Alles. En toen hadden we dus gangen. En toen zei die meneer tegen mij, meneer, u zult nooit meer trompet spelen. Toen had ik het niet zo erg goed. Kaakbot eruit, een bot uit je kuit in je kaak. Toen het kuitbot niet wilde hechten, knutselde Witjes er een plaat titanium in. Na Witjes heb je geen controle meer over je mond. Zonder kiezen kun je niet meer fatsoenlijk kauwen. Met doorgesneden zenuwen voel je niet wat er in of uit gaat. Dus zonder dat je het merkt, loopt de helft in straaltjes over je kin. Om de schade te beperken, heb je een trechter omgehangen, waaronder je een flacon van Nivea Après Soleil hebt bevestigd. Zo vang je op wat er uit je mond valt of naar beneden glijdt. Toen heeft mij in 10 uur hier een stuk kaak weggedaan, een schier weggesneden, een schuitbeen doorgezaagd op 2 plaatsen, dat stuk in elkaar gezet, daar nog geprobeerd tandjes op te zetten, huidtransplantatie. En toen zei de hoofdchirurg, professor Dr. Witjes, tegen mij, en meneer Heijnen, toen ik erbij was, hoe voelt u zich nu? Nou, ik heb het idee dat ik wat Mohammed Ali gevochten heb. En zo te voelen, heeft hij gewonnen. En dat is heel langzaam gegaan. Zo langzaam dat ik nou niet goed kan praten. Heb je dat die chirurg ooit geweten? Nee, ik heb die chirurg een liefdesbrief geschreven. Hij werd niet arrogant. Hij verschoof zich niet als we Latijnse Griekse woorden. Ik heb ook wel zo'n hoge noot gemist. Ik heb daar erg aan moeten wennen. Want het is in Nederland zo'n droom. Als je niet meer spelen kan, dan leef je niet meer, dan ben je niet meer.
Hilversum keihard. Ik heb een verzet gehad, heel lang. Misschien wel 12 jaar, weet je, hetzelfde bezetting. Elk nummer had een ander soms was. Elk nummer had een ander ritme. Letten, walsachtig, funky. Dus mijn laatste concert, hier was ik 84 jaar. Daar klopte alles nog van. Want als ik iets had floppend gekregen, had ik die vroeger in de koffer gedaan. Ja, dat is beter. Mooi. Louis Armstrong zei tegen zijn vrouw: "My horn comes always first." Als je dat maar weet. En is niet onmiddellijk een aanbeveling voor een goed huwelijk, maar hij speelde ook razend goed, die man. Je hebt altijd je eigen weg gekozen. Beviel je iets niet, dan zei je tabé. Geen concessies. Aan niemand en aan niets. Het ging je maar om één ding. De hoogste perfectie van performance bereiken. Dag en nacht. Misschien niet perfect ging, was de liefde. Ja, dat is niet perfect. Nee. Daarin heb ik geen grote mond. Nee. En is dat dan, heeft dat ook met de muziek te maken? Ja. Ik was 10 jaar. Wat kreeg je daarvan mee? De spanningen van mijn ouders. Ook al wilden ze geen ruzie maken, dan voel je dat toch. Het is toch een soort koude oorlog die je continu voelt. Het was niet leuk dat ze gingen scheiden, maar het gaf ook wel weer een bepaalde rust. Maar ook natuurlijk wel weer spanningen, want mijn vader moest in één keer gaan eten koken. En hij had natuurlijk zijn baan en dan moest hij 2 kinderen opvoeden. En ja, daar werd hij wel een beetje zenuwachtig van, omdat het allemaal nieuw was voor hem om dat alleen te doen. Leuk is anders. En dat had het dan wel. Ik ben een beetje hoofdtemperamentman, een buskruidman. Ik had me verliefd wezen, maar met die huwelijken heb ik niet de eerste prijs gekregen. Zei jij het tabé of zeiden zij het? Je vrouwen, je bent ze allemaal kwijtgeraakt. Trix zei tabé. Hanna zei niets. Esther stond op de kade. Je wist niet of ze huilde of lachte. Na de scheiding van je eerste vrouw, ja, heb jij wel de kinderen toegewezen gekregen? Als ze niet toegewezen hadden gekregen, hadden ze rechts aan de hersens ingeslagen. Ik heb de kinderen niet in de steek gelaten. Daar was ik ze eerst zuster voor. En ik kon een beetje koken. En ik kon een beetje dit. En ik nam ze vaak mee naar leuke uitjes. Muzici die niemand ooit ziet. Geweldige muzici. Dan nam ik de kinderen mee. En die bandrepetities hadden dat koffer. En het was met percussie. En 2 kinderen bij me. Mijn ouders komen allebei uit een nest en uit een tijd waarbij knuffelen niet in was, zeg maar. Dat was niet, je had niks te vertellen en dat zijpelt wel een beetje door natuurlijk in mijn ouders, maar ja, we hebben ook wel vrijheden gekregen en zo die je misschien vroeger niet zou hebben. Het is een perfectionist, ja. Ja. Maar met een goud hartje heeft hij wel, maar dat, je moet soms wel even goed zoeken. Je was bang dat je het niet zou redden, een vent alleen, een artiest. Je moest de bouwval opknappen die je na de scheiding had gekocht. Je moest geld verdienen met lesgeven. Je moest componeren en spelen, boodschappen doen, eten koken, het huis bewoonbaar maken en zien dat je je jongens op de rails kreeg en op de rails hield. Maar je kon het. De zorg die hij op een gegeven moment ook had om voor zijn kinderen te zorgen, zijn baan,
zijn huis afbetalen natuurlijk. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken. Dat hij dus, als hij speelde, dan kon hij dat even, was dat even weg. En dan, dat vrolijkte dan ook altijd weer op natuurlijk. Als hij eenmaal zat te spelen, vergat hij al zijn ellende. Maar hij woonde inmiddels al in Monster. Dus daar repeteerden we ook vaak, ook met aangebeten. Quintet ging in Monster en Jan Rijn lag onder de tafel. Die lag in zijn wiesje. En wij zaten te spelen. Dan heeft mijn vader de Flintstones geprobeerd te leren aan mijn broer. Nou, dat lukte voor geen meter. Hij zei van, nou, we kappen ermee, want dit wordt helemaal niks. En toen, op een gegeven moment lag mijn vader op bed. En dan op een gegeven moment hoorde hij beneden feilloos de Flintstones. Nou, dat was mijn broer en die is die heeft les gehad en die heeft zich langzaam ontwikkeld en is naar het conservatorium gegaan. Artistiek en ik vond me veel een hoogtepunt. Kun je nog herinneren hoe die opnames gingen? Ja. We hadden s'ochtends al gedaan, André van der Water, die zei zo jongens, tweede helft, middag, gaan we even een stukje inspelen. Ik zit aan het tafeltje waar we ook aan geluncht hadden, zo zit ik. Ik zet er één neer. Ik heb gezegd, nou, stap eraf. Dan leer ik niet aan. Dan leer ik niet aan. Tidem, dan leer ik niet aan. Tidem, dan leer ik niet aan. Tidem, dan leer ik niet aan. En iedereen in die aardelijke. En ja, dat is niet echt niet. Folie 1. Ja. Ja. Opa, weet je nog? Als ik de eerste solo was, hè, was de enige solo ter wereld waar ik ooit goed op sta. Omdat het zo'n geniale registratie was. Ik heb nooit even mixen gespeeld. We hebben die plaat opgenomen in twee middagen.
Kom er maar eens op. Twee middagen? Ja, twee middagen. Ja, ja. Zo zaten we in elkaar, weet je? Waarom is er maar één LP gemaakt in die bezetting? Ja, dat moest je dus niet verder vertellen. Agerbeek. Hij had een perfecte timing in de muziek. Maar zo krijg je goed niet. Hij had met dat horloge weinig van doen. Dat was heel een idee. Hè. Zeg ik op, de ballen, zo ging naar fijne composit. Toch heeft Homerun jullie veel gebracht. Ja, 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 absoluut. We kregen dus werk, we gingen spelen. Zo. Ik weet nog goed, het eerste concert dat we hadden geloof ik was in Leiden, in Hothouse, op de zolder, daar de jazzclub. Ik weet nog wat we verdienden. 10 gulden de man. In 1966 zijn we naar de Holland Amerika gegaan. Ze hebben weer moeten laten gaan naar New York. Dan zet je een Amerikaanse gastje erop naar Europa. Zeg, voelt u hem al? En dan komen die Amerikanen terug. Dat is er een maand voorbij. Dan gaan wij weer leggen naar Rotterdam. En verdom, ze stappen erin. Ja. Nou, dit voor Erik is dat is zijn opleiding geworden. Een toffe kerel, weet je wel. Hij was net getrouwd met Trix. Het was ook Stevens zijn huwelijksreis tegelijk. Dus Trix ging mee, dat was hartstikke leuk. En hij was toen 36, geloof ik. En ik was 19. Maar er was natuurlijk leeftijdsverschil, maar toch voelde hij dat niet bij hem. Hij had toch iets jongensachtigs. Zeer aangenaam, 2 concerten, middags 1, s'avonds. En we hebben nog een verdans. En die lui kon ook een bad nemen. En er werd goed gekookt. En er werd goed gedronken, vooral bij ons. Dat leerde ik dan wel. Nou, dat vond ik wel. We waren enorm snel door de Chateau Neuf du Pape heen. Spelen was natuurlijk hartstikke leuk, altijd elke avond gelachen ook en zeer veel gefeest. Want we werden altijd uitgenodigd door de stuurman. We hoefden maar 2 uurtjes te spelen of zo. Was het partytime in zijn hut. Dus er kwamen er allerlei plateaus met allemaal toosjes. En dan werden de flessen drank, die kwamen uit de kast. En dan werden we elke avond uitgenodigd. Nou, dat liep wel aardig tot in de kleine uurtjes van de ochtend hoor. Op 25 juli 1966 kwamen we aan en Trix is gaan bellen voor een hotel. Die vond inderdaad een hotel in de Greenwich Village, Hotel Earl. Op een gegeven moment zei hij, Willem, ik zal zo graag de geboorteplaats van de bebop willen zien. Ik zei, ja, dat wil Haarlem, jongen. Dan word je gelijk opgevreesd met je schede kop. Ah, ja, zo. Ja, dat is zo. Memphis Playhouse. Wij hebben een taxi, die taxichauffeur zei, jongens, gaan er nou niet naartoe. Er komen alleen maar zwarte mensen. En dat is gevaarlijk. Willem die zei nog van, as long as we don't bother them, they won't bother us. Gevleugelde woorden in de taxi, zei hij dat. Oh, taxi, oké. Het was geweldig. We hadden erg genoten en we hadden veel geleerd. Ik werd buiten hartstikke donker, ja, hier daar verlichting. En daar giert een auto langs op zijn stop. Ik kom er 2 agenten met een zulke snuppels. Of we wel goed bij ons hoofd waren. Weet je wel, of we een beetje van aangeven waren. En wij zeiden, nou, we hebben heel de publiek gehad meer, niks aan de hand, pure blind. Ah, you crazy man. Ja, en dat gat, dat komt er nooit meer uit, van de subway. En je werd naar een gat gebracht van de subway. We hadden volgens de agenten,
zeer riskant gehandeld. Ja, daar zitten we maar. Op een gegeven ogenblik zijn we elke avond zijn we naar een club geweest, hebben concerten gezien in de Vanguard. Al die helden van ons in een primetime. Fantastisch. Ik vond het echt te gek, want dit was voor mij iets van een openbaring. En wat Willem was altijd zo super, die wist ook precies overal de weg. En die sprak goed Engels en zo en alles, weet je wel. Die heeft ons echt goed geleid daardoor. Vinden. Kun je uitleggen wat dat voor jou als muzikant heeft betekend, die periode? Hoe schreef je op? Moest je voor je moeder spelen? Of kun je aan jou zien dat je zelf van binnenuit de zonnebloemen van Vincent van Gogh schildert? Zo moest je spelen, uit de tenen moest je doen. Wat betekent jazz voor jou? Heel raar, hè? Alles. Gaandegie is dat er nog, op het stationsplein. Dat was een café, een groot café. En daar. Er werden optredens verzorgd. En gastsolisten konden meedoen. Gewoon van de zweet en de zenuwen bood ik mij aan. Zoals ik al bijna 30 mijn naam niet goed wist. Ik ging 2 meter voor de kerst staan en ik dacht. Ta 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 ta. Oh oh oh. Hey, ta 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 ta. En dat maakte ik ook, bezig zijn bloes. Zat er een pianist, heel jong, HBS achter het kereltje, achter de toetsen. En ik dacht, die gozer die raakt zo goed, weet je wel. En die scheen in een Dixieland-bandje te zitten. Ton Wijkamp. Maar Ton en ik, die wilden de jazz-messages nagaan. Ik zei, ja, dat is linkse muziek, dan moeten we dat even studeren. Ja, dat gaan we dan nog doen. En we hebben ons verrassen geoefend in de kelder bij Vergevoix, Plein 44 Nijmegen. Zijn vader, die al overleden was, had daar een juwelierswinkel. En dan moesten we in de kelder spelen. Maar op een gegeven moment hebben we ons ingeschreven voor het Loosdrecht Jazz Festival 1960. En we deden mee. En we werden onmiddellijk de jazzmessages uit het Oosten genoemd. En we wonnen voor Louis van Dijk, voor Hans van Leeuwen trio, excellente muziek. Maar wij waren één, die boeren uit het Oosten. Wat denk je op zo'n moment als je dat concours wint van mijn kostje is gekocht? Nee, helemaal niet. Ik wist in mijn achterhoofd dat mijn moeder gelijk had. De muziek loopt op straat. Maar dan ging het circuit, dan kreeg je steeds snappers, weet je. Toen is het dubbeltje gaan rollen eigenlijk. Onder andere die live-uitzending uit Bussen. Ja. Dat zijn Louis Neef en al die live. Nou ja, het waren van die gastjes, dat waren allemaal hele jonge kistjes. Die konden al spelen op een weg. Had ik veel discipline geleerd.
die daar spelen, dat moet je niet doen, dat is te leuk. Ja, dat kon ik van leren. Dat zei ik niet, maar ik had het leuk. Dat staat er goed op. Dat is niet mijn muziek hoor, maar het is ook niet muziek dat ik zeg, nee, dat hoeft voor mij niet. In de Haag is dat een bekende paragraafsnoer muziek, weet je wel. Voor die dames die nog een beetje hip willen doen met mij en met gasten. Willem Reiner wordt ondergewaardeerd, dat is mooi. Ik meld mij aan bij een grijze man, voor wat verkleding ook. En hij lag zo in de stoel. En ik kwam hier van Haasweide binnen, want die deur was aan, hè. En toen zat hij zo te kijken, naar die 1,96 meter. En ik keek naar de koffie. En zei ze, wat komt u doen, meneer? Ik zei, u bent trompetter. Hij zei, hoe oud bent u? Ik zei, 27. Dat deed ik toch nooit meer? Zei hij aanmoedigend. Ik werd kwaad. Ik gooide die deur dicht. Ik ging naar de laatste woning op het Jans Buitensingel. Radio de Gaat. En ik haalde de plaat. Een vaste trap naar beneden, een diepe. En daar snel neergezet en ik ging maar. En ik, dingen die ik gehoord had, hè. In het begin is alles mis, want je hebt drie knopjes. Daar heb ik 3 jaar gezeten. En ik wil die vroeg niet allemaal herhalen, want dat is iets van leuk voor de uitzending. Maar dat was hardwerken. Ik heb Willem leren kennen in het orkest van Pim Hogevorst. De Pimcats heette die band. Unieke man. Het is jammer dat hij zo ontzettend negatief over zijn trompetspel dacht. En het was echt wel bijzonder, zeker als je het ziet in die tijd. Er waren gewoon niet veel trompetisten. Moderne jazzspelers bedoel ik. Die waren niet zoveel. Dus op een gegeven moment was ik solist, moet je nagaan. In de Dutch Jazz Orchestra onder leiding van Gerry van Rooyen. Dat is zo'n beetje de la crème van Europa. Ja, daar voelde hij ook de druk dat die jongens naast hem, want die hadden allemaal gestudeerd. Maar wat hij kon, dat konden de jongens niet. Hij voelde zich toch minder waardig eigenlijk. Terwijl hij zo muzikaal en zo mooi kon spelen, weet je wel. Hij speelde echt geweldig, goede time. Ik bedoel, was echt een improvisator. Hij is een natural. Hij hoorde dat, hij voelde dat, dat gevoel. Hij had een natural gevoel voor die muziek. En toen heb ik op een lijn gezeten, New York, Buenos Aires. En ergens onderweg heb je een trompet opgepikt. Ja, dat is niet geloven. Mobile, Alabama. Ik had een goede bij. Vader gaat op slap. Maatpak aan, grote sigaar in het hoofd. Dollars in de zak. En Willem gaat passagier. En ik loop te centrum. Ik kom langs een
Mijn vader noemde dat Jan 1 aan. Bank van Lening, van Winkel, van je. Maar er stond een trompet in de etalage. En ik had gezien, dat was een groen. Nou, trompet, pas die trompet. Want Bert is tegen mij, Bert is mijn jongste broer, van 1920. Dan moet je, als je een trompet ooit gaat kopen, dan moet je daar een zakdoek in steken in je beker. Steek een sigaar op, een sigaret, en die blaas je erop. En als er niks uitkomt, moet je hem kopen. En hij was vol licht. Ik vond dat hij ook niet goed was, man. Die ging helemaal alleen maar op geld verdienen, natuurlijk. En toen begonnen ze twijfelen natuurlijk, en een mooi koffertje. Nou, zei hij, $120. Ik zei, joh, dat verdien je nog niet in 2 maanden. Dat is logisch als de pers. Dat wist hij ook wel. Hij zag er zelfs goed vooruit, hè, op dat moment. Ik zei, ik koop hem voor $100. Ja, dat is een deal. Je vermoedde dat de toeter van zo'n zwarte jongen was geweest, die hem met tranen in zijn ogen had moeten belenen om zijn huur te kunnen betalen. Het was niet alleen maar een trompet. Het was een toekomst, een leven. Maar ik had ook een koffer aan mijn vondje, met schellakplaten. En dan draaide ik stukken van Louis Armstrong, die ging ik naspelen, probeerde ik na te spelen. En toen kreeg ik was eerst een populaire vlam onder de zeelui. Maar dat liep erg snel terug. Ik kan ook redelijk bas spelen, maar 1-2 stukjes. Fysiek is dat... Je vingers willen ook niet meer, hè? Nee, dat wil niet meer. Maar ja, het is wel leuk om te laten zien hoe een oude man zich vermaakt. Er zijn Nederlands, 50 sloffen, kammer, luchtgestrijd. En die hadden wij dan aan boord gehaald. Leo en jij hadden de smokkelwaar heel kien tussen de betimmering van de hut en de wand van het schip verstopt. Niemand die het kon zien, geen hond die het kon ruiken. De volgende dag kwamen ze aanzetten in hun kleine bootje. Jullie namen ze mee naar de hut, schonken onder de poster van de spiernaakte Monroe een borrel of 2, waardoor de onderhandelingen allengs soepeler verliepen. En toen jullie het eens waren, liet je ze eerst betalen, want je weet maar nooit met die Argentijnse gozertjes met hun gouden tanden en hun dunne snorretjes. Onder hun broek hadden ze van die damesnylons aangetrokken. Daar stopten ze al die pakjes sigaretten in en zo vertrokken ze. Goede benen. En dan gingen ze aan boord, gingen ze. Die verven niet in de gaten. Leuk, hè? En dat durf ik eerder te zeggen, dat was... Dat was geen windhandel. Ik had, stel dat ik voor $50 inkocht, dan werd dat de volgende reis was aan $100. En de reis erop $200, $400, $800, $1600. Ik denk, jezus, meer. Dus ik monster af met die trompet en dat ding, en die broeken. Oh, zei mijn moeder, dan kan je heel ruisje van kopen op andere zijn. Ik zei, ja, dat moet gelijk weer werken. Ik zei, werken? Ja. Ik zei, ik ga even
Je was niet geboren met een mond vol tanden en kiezen in zo'n sterke, stralend witte boog als Armstrong. Bij jou stonden ze schots en scheef. En onder het bewind van Blokstorm waren ze, net als de rest van de wereld, afgebrokkeld en nog verder in verval geraakt. Tand voor tand en kies voor kies heb je ze moeten heroveren. Elke cent die je over had, heb je erin gestopt. Met een ander gebit had je misschien tot de grootste behoord. Ik had de muur al binnen. Toen zei mijn moeder, je hebt nou genoeg geleerd, dan moet je geld verdienen. Dus ik kwam op een verzekeringskantoor, zei de Nederlander van 1845, een Dudel Vrijheid aan het Willemsplein te Arnhem. Nou, als je gauw dood zou gaan, dus na een jaar daar gelopen te hebben, ik dacht van, ik stierf. Al die godloge mensen met je pennetjes, Jezus, Mina. En ik zei, Marie, ik zei voor het eerst tegen mijn moeder, Marie, ik zei, u en moeder. Zei, Marie, als je dat niet oplet, als ik niet naar die school, voor scheepsverzekundige was, steek je de tandenband. Nou, dat was een beetje samen als aan jou. Ze heeft nog eens nagedacht, en ze mocht het wel. En toen begonnen ze leven. Maar ja, toen kwamen we op een schepje terecht, dat was niet al te groot. Moesten we naar Noorwegen en dat was dicht van de mist. En eerder dan hoor je dat boom, boom. Dan denk je de linkershoek. En een poosje later, toen hoorde ik die dingen niet meer. Oh, dat betekent, we hebben meer zicht. Dus ik werd weer gedirigeerd, full speed ahead. En ineens kwam er een vlog. En dat geloof ik niet, want iedereen doet zo. Maar ik zag 10 meter verder met mijn hoofd tegen een schakelbord aan. En toen heb ik even met de heer gesproken. Op niet al te minzame manier. Ik heb mijn petje opgezet. Ik heb die dingen allemaal gestopt. Ik heb de hulpmotor gestart met de dynamo's eraan. Schakelen, schakelbord, dekverlichting, roeibordverlichting, alles te zien. Ik heb de stoomketel afgezet. Ik ging mijn hut in en stond tot mijn navel in het water. Ik pakte een colbertje en een portefeuille. Toch een Nederlander. En ik heb een reddingsvest aangedaan. En toen stond ik in het gangboord, dat hing dat schip al helemaal zo. Wat blijkt nou? Een hele grote Noor, een heel groot verdijfschip, zat met zijn boeg helemaal in ons schip. Goedemorgen, luisteraars. Hier is Hilversum, Nederland. Hier is deel voor de Nederlandse radio verzorgd door het Algemeen Nederland Perbureau ANP. Begint de uitzendingen van vandaag. Met nieuws in beide programma's. Die Noor die gaat achteruit. De klakson van Mistroom bleef ook nog hangen. Dus ze ging met volle geluid en vol als een kerstboom ging je naar beneden. Ik kreeg van de maatschappij omdat ik mij zo keurig gedragen had een extra maandsalaris. En van de verzekering ook een extra grote. Ik kwam er nog mooi af. Weer aan de dood ontsnapt. Het kost zoveel moeite mij de kist in te krijgen, dat ga je niet doen.
Wij speelden voor de dames van Lichte Zeden op Schatendrecht. William Paradise Bar. Ik kom de grootste binnen met een koffer. Ik denk dat is een trombone, dat weet ik zeker. Wat wil je spelen? Polka Dots en Moonbeams. Dat gaat niet goed, hè? Ik kwam er bij een thuis, een aardige jongen in Rotterdam. En die had die Bach staan. Die man kreeg steelbal kanker. 35 jaar. Ja. Ik heb een nazorg gedaan. Gerimpelde ouders die met opa's laatste kunstje zoals nog net een kind hadden kunnen krijgen. En ik gaf een bloemetje en ik probeerde op beuren te spreken. Zijn Wim, we hebben besloten, die Bas is voor jou. Het is meer een sentimenteel religie geworden. Beter dan de beste Stradivarius. Mijn moeder, vier kinderen. Maar ik was de laatste, dus ik was er niet. Een nakomertje was je. Ja. Vandaar ook de naam Kiendop? Ja. Hou je bij Kiendop. Maar het was, begrijp ik, een redelijk onbezorgde jeugd. Ja. En slechts de ouders die erg op de maat al op deden. Weet je wel? Ordelijk voor die tijd. Alles met de handjes, al die automatische dingen, dat begrijp je wel. Als je een vader hebt van 1884 en een moeder van 1888, dan ben je uit de buurt. We woonden op de Vijverlaan op nummer 79 in het midden, de mooiste plek van de laan. Als je bij ons de voordeur uitging, ging je links naar boven, rechts naar beneden en recht vooruit keken we zo naar de berg met de stenen tafel, de watertoren. Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin. Nadat ons land al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht, zonder de minste waarschuwing, een plotselinge aanval op ons gebied gedaan. Toen ik 10 jaar was, was het gebeurd op de Lol. Daar hebben wij 5000 jaar gehad. Oorlog, die moet je ruiken. Een oorlog ga je niet vertellen. Dat maakt zo'n indruk. Die gisterhagen zijn grijs. Bomen zijn grijs. En als het weer 14 dagen niet regent, zijn ze 14 dagen grijs. Dakpannen, grasverven, steengrompen. Eén grote puinhoop. Dat was die primaire. Een leger van parachutisten daalde in die septemberdagen van 1944 bij Arnhem neer. Zij moesten een vermetele greep doen naar de brug over de Rijn. Maar de Duitse tegenstand was veel krachtiger en feller dan men berekend had. En in uitermate bloedige gevechten mislukte de operatie. En als je dan ook nog een bericht krijgt, dan wij je move. Ja, misschien 120.000. Boven onze hoofden vliegen de hele tijd vliegtuigen over. Jagers. Ze schieten met mitrailleurs op de Duitsers. Het witte laken dat Ma over de spullen heeft gedrapeerd in de hoop dat er dan niet op ons geschoten zal worden, glijdt er steeds af. Zij legt het er steeds weer op. Pa duwt stug door en kijkt niet om. Ik realiseer me opeens hoe oud ze zijn. Gek is dat. Je ziet ze elke dag en dat vind je normaal. En dan opeens, in zo'n optocht van ontredderden, zie je hoe het werkelijk zit. Het zijn twee stokoude paarden met versleten heupen en versleten knieën, kapot gemaakt en kapot gebeukt door de oorlog. En mijn vader zei, nou, die was een liefhebber van bossen, ging even een stuk door bossen. En toen kwamen we in de steeg, hè. Want hij ging vroeger als een fiets op zondag, dat vond hij zo lekker.
Ze waren er van, die wilden ons al even hebben. Ja, even. Je denkt dat je iemand kent omdat je er niet over nadenkt. Je denkt het uit gewoonte, omdat hij je pa is. En op een dag kom je erachter dat je niets weet. Het kan niet lang meer duren. De oorlog is bijna afgelopen. Ik snap niet dat pa zich juist nu van kant moest maken. Hij gaat aan de kapper. Hij zet zich netjes aan. Hij neemt de fiets met harde banden. En hij zei, ik ga een eindje rijden. S'avonds was hij er niet. De volgende dag was hij er niet. De volgende dag was hij er niet. Er komt een veldwachter aan de deur. Stapelkous. Stapelkous, die kan mijn verhaal vertellen. Hij belde, mevrouw Reine, ik heb een trieste mededeling voor u. Uw man is dood aangetroffen in het Roosendaalse bos. We kwamen thuis na die 9 maanden, toen voor ze 6 weken niet spreken. Je wilt een mooi stukje muziek mee. Stan Getz en Kenny Barron. People Time Number 3. I'm Okay. Opname uit Kopenhagen. Stan bijna dood. Kanker. Jij bent nu 93. Ja. Ben je bezig met de dood? Nee. Ik zie het leven elke seconde en ik heb zelfs het vermoeden dat ik nog een keertje terug kom wonen als Willem Reine, maar dan niet met die rotstreken. Ik denk dat ik op de grafsteen ga zetten, hasta la vista. Tot ziens. Zie je nog wel. En waar moet die grafsteen dan staan? Ja, dat moest in Roosendaal gebeuren eigenlijk. Hè? Dat mijn vader zich heeft opgehangen aan een boom. En de mensen die er niet toe deden, die lagen onder ijzeren dingen, dat heeft mijn vader. Nomen nescio, heeft geen naam. Dat zit met ons. En dan dacht ik, als ik daar in de buurt onder een steentje zit, als dat de buurt staat, dan ga ik naar een toe met de beste leven uit de huis. Hé, welkom. En dan ga ik pas echt op bed spelen. Dan hou je me vast. Maar.